Ik heb haar afgeknipt, as you can see. Welcome to my crib. Gaan we filmen voor Basje. Gekke dingen, jongen. Good morning. Het is alweer een tijdje geleden dat ik de camera erbij heb gepakt. Dat komt op vakantie, heb ik een deel niet gefilmd. Want ik kreeg een voedselvergiftiging en ja, het was gewoon niks boeiends meer om te filmen. Ik ben heel erg ziek geweest. We hebben niet zo heel veel meer kunnen doen daardoor. We hadden best wel veel pech op de vakantie. Dat was ja, wel echt jammer. We hebben het ook gewoon leuk gehad, maar er zaten gewoon veel dingen tegen. En nu zijn we echt al meer dan een maand verder. Ik heb mijn haar afgeknipt, as you can see. Het was super dood door het blonderen en nu ben ik weer kort. Ik heb een nieuwe cursus gedaan voor de wimpers, Russian Volume. En vandaag ga ik met een vriendinnetje naar Amsterdam toe. Gaan we naar het concert van Little Mix. En we blijven ook een nachtje in Amsterdam. En ja, maar leek het leuk om jullie weer mee te nemen. Het leek gewoon een leuk begin om weer te beginnen met vloggen. Maar ik ben nu Love Island aan het kijken, want Victoria doet mee. Echt super leuk. Ik vind dat ze er echt perfect tussen past. Ze is ook gewoon een super mooie meid. Victoria ken ik van YouTube. Ik ben nu de eerste aflevering aan het kijken en ik vind het echt leuk. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een shirt aan van LA Sisters, mijn Gucci riem. Leren broek van Bershka. Mijn Puma's. Kettingje oorbellen van LA Sisters. Mijn Louis Vuitton ketting. En mijn Guess armband. Ja, vanavond ga ik weer wat anders aan doen. Maar dit is mijn outfit voor vanmiddag. Ik heb nu niks met mijn haar gedaan. Dat is gewoon letterlijk hoe ik uit de douche ben gekomen. Buiten de douche komen heb ik laat opdrogen. En ja, het heeft wel wat. Voor vanavond ga ik het denk ik wel stylen. Nu tot Iris mij komt halen. En dan gaan we lekker naar Amsterdam. Kijk, we're sparkling. It's so pretty. Het glittert echt gewoon super erg. Iris is nu tanken. Wat een drama. Wij konden gewoon nergens een tankstation vinden. Nu zijn we 100 rondjes gereden in het centrum. Want Iris wou per se in het centrum parkeren. Want ze wou niet met de trein. En nu moeten we dus zo meteen op zoek naar een parkeerplaats. Maar het is zo'n chaos in Amsterdam. En het is nu al iets van 2:15, 2:30. Bijna 2:30 al. Om 8:00 is het concert. We moeten nog naar het hotel. We moeten nog eten. Ja. Dat is het. Een grote drama dit. Ik dacht van laten we gewoon parkeren bij Amsterdam Sloterdijk. Dan kan je met de tram of metro of met de trein verder. Maar nee. We zijn toch met de auto in het centrum. Cheat day. Dit is Iris. Iris voelt zich al Ik ben echt totaal niet bezig al. Jawel. Maar we zijn hier op een mooie fotolocatie. En Iris wordt nu al helemaal gek van mij omdat ik 100 foto's maak. Welcome to my crib. This is Irish. This is our bed. Oh, nee, ik ben mijn koffie. This is our kitchen. Nou ja, kitchen. Kijk hoe leuk. Ik vind dit echt heel schattig. Ja, inderdaad. Echt heel cute. Mijn badkamer. En het is gewoon rituals, hè? Ja. Besef je die even? Dat is. Hé! Hey! Gewoon fucking tandenborstel, hè? Oh, fucking chill. Of zit er niks in? Jawel, er zit wel wat in. Oh. Gewoon een föhn. They have everything here. Yes! Dit is mijn concertoutfit. Dat is Iris. Iris die gaat naar Little Mix. Maar ze is fan van Elvis. Cute. Wat een chaos. Thank you.
Dit is echt een cheat day ontbijten. Sorry. Dit is echt slecht. Maar wel echt lekker. Oh, die hard. Lekker. Ik ben weer thuis. Het concert was echt super leuk. We zijn daarna nog heel even ergens wat gaan eten. En daarna gewoon in het hotel lekker niks gedaan. Het is nu donderdag. Ik heb vandaag vrij. Ik had vrij genomen omdat we dus naar het concert gingen. Ik ga nu even mijn tas uitpakken. Die zit niet heel goed, maar de blouse van H&M. Het is een beetje Burberry lookalike. Vond ik heel cute. En die was 20 euro. Oké, we zijn er nu pas dat ik vandaag verder niet meer gevlogd heb. Mijn klantjes gingen niet meer door. Ze hadden afgezegd. Dus ik ga sporten. Ik heb echt zin om te sporten. Ik heb vandaag cheat. Dus dat moet er weer af. Een beetje donker. Het is heel somber weer buiten. Ik heb deze sport BH aan van Gymshark. En deze legging is van Gymshark. En mijn Nike Zoom. Ik ga vandaag samen met Mike sporten. Ik sport meestal samen. Omdat ik nog best wel noob ben. Ik ga nu vastleggen hoe jij door gaat breken. Doorbreken. Oh wacht, even muziek uit. Hè. Copyright. Hè. Ja, vertel, wat gaan we doen? We gaan nu naar Naarden toe. En dan gaan we filmen voor Asjafar. Gekke dingen, jongen. Ja, zeker, jongen. Hoi, joh. Wij moeten nog eten zoeken. Oh, nu begint de muziek, dus dit wordt de tijd dat je... Ja, doei. Mee op Asja Tour. Hoe het precies gaat achter de schermen. Je gaat het allemaal zien. Ik ben daar normaal niet van geweest, maar er was heel veel vragen van veel fans. Ik ga jullie allemaal meenemen. Hoe voel je je nu? Jij maakt een docu over hem, ik maak een docu over jou. Wat dit? Ik zat het allemaal. Wil je die saus voor de pizza? Oké, kleine update. Ik ben nu aan het rijden. Dus daarom kijk ik niet in de camera. Ik mag een docu over hem maken. En ik ben mee als assistente. En nu rijden we naar Haarlem, want hij gaat optreden. En ik rijd voor het eerst in mijn leven in Amsterdam. Dat vind ik eng. Maar ja, het gaat tot nu toe wel goed. Kies je weg als ze wegwijzen. Moeten ze de buurt die vaak best lijken. En ben je raam niet denkbaar. Ik ben helemaal spacey. Slaat niks, slaat uit. Als je weet, als je uit. Oh, I didn't say that, bitch. Doe die dag. Kostjes. Ze weten hoe ik doe. Kostjes. Stijg voor wat ik wel heb. Zo goed. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Ja, gisteren was echt super leuk. Was heel erg tof. We zijn mee in de studio geweest. Hij heeft gewoon letterlijk binnen een uur een tekst bedacht en een liedje opgenomen. We waren er gewoon bij toen hij een liedje had geschreven. Dat was echt vet. We zijn naar optreden geweest en daarna zijn we naar huis gegaan, want we waren echt kapot. Ja, Mike gaat dus een soort van mini-docu over hem maken. En de eerste beelden hebben we dus nu. Waarschijnlijk gaan we volgende week weer mee. Mike is nu werken. En ik lig lui in bed. Het is al 2 uur geweest volwens mij. Ja, het is 2:15. We hebben daar vieren we de verjaardag van mijn stiefvader. Die wordt 50. Dus we hebben een redelijk groot feestje voor ons doen. Tja, halve eeuw. Hè? Dit is mijn outfit voor vanavond. Het jurkje is van Naked van Ananushin collectie. Wel de oude collectie. En ik heb mijn Yeezys eronder aan. En mijn oorbellen van LA Sisters. En ja, mijn kamer is echt een rotzooi. Het is weekend, dan mag het. Ja, ik ga nu naar beneden toe, naar de rest. Ik film nu even met mijn telefoon, want ik ben de video aan het editen. En zoals gewoonlijk ben ik vergeten de vlog af te sluiten. Dus... bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.